meisje die zit hier lekker. Nou, zeg. Moet dat allemaal zo? En het is zo gegaan. Helemaal toppie. En kon ik het nou een mat vol en pakken. Wat, ik maak geen reclame. Nee, dat mag niet. Ik heb een mat vol meegekregen. Met van alles en nog wat erbij in. Even kijken hoe ik dat moet hebben. Ja, lieve vrienden, ik film eventjes met mijn mobiel, maar het maakt allemaal niet uit. Nee. Ik wens jullie natuurlijk als eerste een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Bezemboel. Want ja, daar zijn jullie alweer bij aanbeland. Het is vandaag reeds alweer donderdag, de 22e van de 9e, 2022, 13 uur, en we leven om 13 uur 22. Ik moet straks weer na het hoekje voor een gesprek samen met de meiden. Dus we zullen beleven hoe dat allemaal gaat. Waarom ik met mijn mobiel film? Nou, ik was met mijn camera al bezig. En ja, ik vergeet die accu nog steeds te vullen. Ja, eigenlijk moet ik iedere nacht even naar de acculader zetten. En dan ja, komt het wel goed. Dus ja, hij staat nou aan de lader, dus kunnen vanmiddag weer mee filmen. Ik doe het nou even met een mobiel en wie weet mag ik daar ging het ook filmen, dat weet ik niet. En zo ja, dan heb ik jullie sowieso bij me. Ja. Gaat ie? Oh. Dus ja, het komt allemaal goed hopelijk. En het is prachtig mooi weer. Het was er net 17 graden, dus ik vraag het nog een keer. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De actuele temperatuur in Den Helder is 17 graden. Dankjewel. Ja, maar in ieder geval, ja, actuele temperatuur is 17 graden. Dus ik hoef mijn vest lekker niet aan, die doe ik er lekker uit. Ik begin er alvast vast mee. Ja, hoef ik nou niet aan te hebben. Niet nodig. Nee. Zo, over de stoelleuning heen halen. Voilà. Hoef ik mijn jas maar aan? Ja. En de meisjes die zitten hier lekker. Nou, zeg. Moet dat allemaal zo? Is je niet nodig? Nee, is je niet nodig. Nee, dokter, we kunnen het allemaal doen. Ongeveer, 10 voor 2 de deur uit, dan ben ik er wel op tijd. Zo ver weg is het hoekje niet. Nee. Nee. Tasje zo meteen nog vullen met snoepietje. Ja, dat moeten we ook nog even doen voor ze, want anders heb ik niet genoeg snoepjes bij me. Dat moet wel even voor vanmiddag. Om ze ook in toom te houden voor zelf. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag. Doe het met een lach. Ga ik ook doen, gewoon met volle plezier erop af. En ja, ik heb er zin in. Ja, ik heb er gewoon zin in. En ik laat jullie natuurlijk weten, ook wanneer ik daar niet mag filmen, laat ik je natuurlijk na afloop weten hoe het is gegaan. En ja. We merken het wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet net zoveel als wat wij doen. En geniet ook met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, met mijn camera weer. Ja, ik heb hem weer opgeladen. Helemaal. En we zijn dus ook alweer heel lang thuis. En het is zo gegaan. Helemaal toppie. En ik heb nou een mat vol. Even pakken. Ik maak geen reclame, nee, dat mag niet. Ik heb een map vol meegekregen met van alles en nog wat erbij in.
Even kijken hoe ik dat moet hebben. Zo. Een map. Ja. Dus dat moet ik allemaal doornemen en doen, et cetera. En het, zoals het nu staat, wordt het voor iedere woensdagmiddag ongeveer vanaf 2:30 ga ik met de meiden daarheen. Ik ben al bij één mevrouw geweest, dat was hartstikke leuk, lief en aardig. De rest, die ook van hondjes houden, die lagen nog op één oor een middagdutje te doen. Moet ook kunnen. En ik heb visite gehad, Mary is even geweest. De KWF-tas is weer opgehaald, dus ook die mevrouw is geweest. Dus ja, helemaal een drukke dag. En ik heb Karin aan de telefoon en die heb ik even op mute gedaan. Ja, even stil. Dus, en ik heb koffie voor mijn neus staan op de tafel, dus ik ga even lekker van een bakje koffie genieten. Ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten, maar dat doe ik vanavond dit keer. En ik ga eerst ergens anders mee beginnen en dat zal ik even pakken. Ja, dat is dit rare gewaad. Een hondengewaad is dat, ja. Hoe doen we dat? Nou, eens even kijken, joh. Ja, even kijken. Daar staat een naam op. En ik hoop dat dat te lezen is. Dat ga ik borduren. Ja. Waarmee? Met dit. En met dit. Ja. Dus het komt allemaal goed. Ik ga er zo meteen eens even aan beginnen. Ja. Dat is weer iets anders, hè. Ja, hij zit binnenste buiten. Dan kom je er ook niet achter waar die naam staat. Ja. Dus, huppadabadab. Zo. Nou, helemaal geweldig. Ja. Dus daar gaan we mee beginnen. En als dat klaar is, dan laat ik het jullie wel weer zien. En de volgende, dat laat ik jullie ook gewoon zien hoe ik het doe. Maar ik heb het nou ook jaren niet meer gedaan. Dus het komt allemaal wel weer goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet ook gewoon weer met ons mee. Lekker.